eens in de week komt het voorbij in de late night show, de weerrappen. Amerikaanse weerman is er ooit mee begonnen. Dat heb ik één keer gezien en toen dacht ik, nou, dat wil ik ook wel eens proberen. En het is eigenlijk een beetje een dingetje geworden of zo. Dus dat is meer om je te vertellen wat voor weer het vannacht en morgen gaat worden. Wat in deze dagen natuurlijk enorm speelt vanwege de sneeuw. Maar dan op een andere manier dan dat je gewoon hoort, nou, en de wind trekt aan en het wordt ongeveer 0 graden. Ja, het is de kersteditie vandaag. Daar gaan we. Kerstbellen, hoor ze, rinkel de kinkel. Nu steeds meer op je radio, net als onze Van Inkel. Sneeuw op de daken, wie kan ons nog wat maken? Dat is toch een heel mooi gezicht, past bij een prachtig wintersgedicht. Muts, handschoenen en een sjaal, ik zou het dragen. Allemaal! Rond het vriespunt ligt de temperatuur. Ook morgen overdag wordt het wel wat guur. Vannacht regen en sneeuw door het hele land, waardoor je morgen misschien in de file belandt. Sneeuw de hele ochtend door. 10 tot 20 centimeter is wat ik hoor. Later wordt het droog en dat is wel fijn als je bij onze Q-kerstcadeau-actie wilt zijn. Met z'n allen op het plein bij de grootste kerstboom ter wereld in IJsselstein. Neem een cadeau mee door weer, sneeuw en wind en maak blij die moeder, dat jongetje of dat kleine kind. Q is good for you.